Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland en uit die bewolking kan af en toe ook nog wat lichte motregen vallen. Maar ten westen van ons liggen al wat opklaringen klaar en die komen langzaam dichterbij. Vanochtend merken we daar nog niet veel van. Dan is het over het algemeen bewolkt met hier en daar wat lichte regen en temperaturen die oplopen tot zo'n 15 graden. En vanmiddag wordt het dan geleidelijk op de meeste plaatsen droog, vooral in het westen en zuiden wat opklaringen met een beetje zonneschijn. En lokaal kan het in het binnenland dan alweer 20 graden worden. De wind is meest matig uit een west- tot zuidwestelijke richting. Vanavond winnen de opklaringen verder terrein. Dan zien we de zon nog even schijnen. En dan gaan we een nacht tegemoet met opklaringen. In het noorden van het land nog wel wat wolkenvelden. Morgen dan een gemixt beeld met zon en wolken. Hogere temperaturen dan vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind blijft uit het westen tot zuidwesten waaien. En is meest matig van krachtkracht kracht 4. Voor de zaterdag en de zondag staat veel zon op het programma en steeds verder oplopen de temperaturen. Zaterdag en zomer zijn 25 graden en zondag op een enkele plek zelfs 30 graden op de thermometers en dat is dit jaar nog niet gebeurd. Maandag gaan de temperaturen terug en kunnen er wat regen en onweersbuien gaan vallen, maar ook dan is er af en toe zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.